Goedenavond. Hartelijk welkom. Ik verwacht een hele kleurrijke, humoristische, energieke voorstelling met hopelijk een moderne twist. Ik heb er al wat dingen over gehoord en ik ben razend enthousiast. Nou ja, als je ook bedenkt dat Teun Voermans het geregisseerd heeft, het een heel mooi stuk is, dat er geweldige acteurs in spelen. Ik hoorde ook iets van een koor, ik hoorde ook iets van een orkest, dus ja, dan gaat je fantasie enorm op hol. Dus ja, ik verwacht er heel veel van. Nou, ik verwacht echt iets groots inderdaad en dat we echt ook de foute kanten van Mozart leren kennen, dus ik ben heel erg benieuwd. Ik verwacht een hoop muziek, natuurlijk ook een prachtig verhaal. Maar wat denk ik ook wel voor iedereen herkenbaar is. De waanzinnig creatieve Mozart en de jaloerse Salieri. En de interactie tussen die twee. Wat ook een beetje een spiegel voor ons allemaal is. Hè, wat gaat er mis als je zo jaloers kunt zijn? Maar ook wat voor moois kun je creëren als je je fantasie de vrije loop laat. En je af en toe ook een beetje over kunt geven aan die gekte. Enorm onder de indruk. Ik vind het echt een geweldige voorstelling. En ik ken het stuk eigenlijk best wel goed. Maar ik vind het zo, het is zo fris en je schiet ook steeds in de lach. Het is vrolijk. Ik vind de vormgeving echt fantastisch. De kostuums van Thijs van Bergen, dat is echt een feest om naar te kijken. Ik vind het echt, ik ben enorm enthousiast eigenlijk. Nou, ik ben erg onder de indruk. Ja, ik ben erg onder de indruk, want het is een heel prachtig geheel, vind ik. Het is echt gewoon wat ik vind dat muziektheater bijzonder maakt. Misschien wel de beste voorstelling van het seizoen. Het is echt een verrassend leuke, te gekke avond en alles klopt eraan. Dus ik hoop echt dat iedereen naar het theater gaat en Amadeus gaat zien. Het is echt, dit mag je niet missen.